Uiteindelijk zal het rijden in een elektrische bestelauto goedkoper worden dan een diesel. Ik ben Roy Driessen, segmentdirecteur bedrijfswagens bij Evens. We zien op dit moment dat veel ondernemers bezig zijn met de stap naar zero-emissie mobiliteit. En als je kijkt wat er allemaal komt kijken bij die overstap naar elektrisch rijden, dan is dat toch zaken als de bruikbaarheid van een elektrische bus, actieradius, laadvermogen. En we zien dat de laadinfrastructuur een onderwerp is wat veel aan bod komt. Alle merken hebben op dit moment in iedere categorie één of meerdere elektrische bussen beschikbaar. Achter me zie je een aantal van die voorbeelden. Bijvoorbeeld Opel, Citroën, Renault. Verschillende modellen die in elektrische variant verkrijgbaar zijn. Dat betekent dat er eigenlijk voor iedere ondernemer wel een bus beschikbaar is. Maar niet voor alles. Met name de heavy duty werkzaamheden zijn toch zaken die in een elektrische bus nog niet heel goed gedaan kunnen worden. Maar het overgrote deel kan zeker gedaan worden op dit moment. Vaak wordt er gedacht dat de elektrische bestelwagen veel duurder is dan de dieselbestelwagen. Maar als je kijkt naar de hele looptijd van de gebruiksduur van zo'n auto, van zo'n bus, zie je dat de kosten dicht bij elkaar liggen. En als je kijkt naar de toekomst, zie je dat met het toenemende aanbod die kosten aanzienlijk zullen dalen. Dus uiteindelijk zal het rijden in een elektrische bestelauto goedkoper worden dan een diesel. Mijn tip voor de ondernemer die twijfelt, ga eens langs een dealer. Laat je daar informeren. Ga eens proefrijden. Ervaar hoe het is. Of stap eens bij een collega-bouwer in die al de stap heeft gemaakt naar zo'n mooie elektrische bus. Ik ben Maaier Kistenmaker, eigenaar van Kistenmakerbouw en bouwbedrijf Intesis. We zijn elektrisch gaan rijden omdat ons werkgebied, de binnenstad Amsterdam, maar ook de andere binnensteden, daarom gaan vragen. Maar ook uiteindelijk moeten we van fossiele brandstof af. En dan is elektrisch rijden toch wel een middel om dat doel te bereiken. Nou, we rijden nu al bijna een jaar met een Renault Kangoo en dat bevalt zeer goed. Met aanhangwagen met 1500 kilo of een volledige belading achterin gaat dat eigenlijk boven verwachtingen. In het begin waren we wel een beetje bang over onze actieradius. En wat doet het nou in de werkelijkheid? En dat gaat eigenlijk best wel goed, soms wel spannend, 3% aan het eind. Maar dat is evengoed 3%. Maar over het algemeen is de gouden regel wel, denk ik, als je kan laden, ga gewoon laden. Ik kom eigenlijk overal waar ik moet komen en weer terug. De gouden tip, doe het gewoon. Ons is het heel goed bevallen en bevalt nog steeds heel goed. En gewoon doen.